In het centrum van Nijmegen is een nieuwe naam onthuld voor een van de trappen naar de Stevenskerk. Initiatiefnemer Peter Kuipers en wethouder Ben van Hees mochten het straatnaambord officieel onthullen. De trappen heten vanaf nu de Geert van Wouw-trappen. Maar wie is Geert van Wouw nou eigenlijk? Geert van Wouw was een klokkengieter. Geboren in 1450 en overleden 1527. En hij was, als je hem vergelijkt met kunstschilders, dan praten we over Rembrandt en over Van Gogh. Zo was Geert van Wouw dé topklokkengieter ter wereld. In de middeleeuwen en nu nog steeds. Nou, in 2015 is de klok van Geert van Wouw, die hier in de Stevenstoren hangt, gerestaureerd. En bij dat onderzoek kwamen we er ook achter dat hij geboren is in Nijmegen. Dus het is een Nimwegse zoon. Nou, geen straatnaam naar hem genoemd. Nou, dat kan natuurlijk niet. Dus vandaar dat we het idee hadden van, er moet een straatnaam naar Geert van Wouw genoemd worden. En liefst in het centrum van Nijmegen. Ik was in overleg met de gemeente Nijmegen. En zoals jullie misschien ook wel weten, in het centrum van Nijmegen, daar komen geen straten bij. Dus het was heel lang wachten tot een gelegenheid. En ik woon hier vlak achter op het pleintje. En ik loop hier elke dag hier over deze straten. En tot mijn verbazing ontdekte ik ineens dat deze trappen helemaal geen naam hebben. Nou, dat was voor mij het moment om dat plan dan te lanceren. Om te kijken of deze trappen hier die straatnaam kunnen krijgen.